Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We zien op de satellietfoto veel bewolking over het land trekken en dat is ook het weerbeeld wat we vandaag de hele dag vasthouden. Het is bewolkt en regenachtig daarbij ook. Vooral in het noorden en oosten kan opnieuw flink wat regen vallen. Het minst nat is het in het zuidwesten en met in Zeeland vooral ook af en toe wat zon. Het wordt vandaag niet warmer dan zo'n 17 of 18 graden, misschien als de zon heel even doorbreekt een graadje hoger. Verder waait er een matige aan zee vrij krachtige wind, windkracht 4 tot 5. Ook vanavond blijft het bewolkt en regenachtig, zo halverwege de avond is het een graad of 16. Dan morgen in eerste instantie nog steeds veel bewolking in perioden met regen, maar in de loop van de dag wordt het van het zuiden uit droger en breekt ook vooral in de zuidelijke provincies af en toe de zon door. Tot 19 of 20 graden en nog steeds waait er een matige en zee vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vanaf woensdag is het grotendeels droog en vooral donderdag en vrijdag schijnt de zon ook flink. De temperatuur gaat daarbij weer geleidelijk aan omhoog. Woensdag wordt het een graad of 22 en donderdag en vrijdag kan het in het binnenland een zomerse 25 graden worden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.